Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd om kerst te vieren in Content Veen. We zitten hier gezellig met z'n allen bij de grote kerstboom. Ik zit naast René. Hallo René! We zijn lekker bij het kampvuur aan het zitten en het is tijd voor een bijzonder kerstavontuur. Ja, moet ik iets zeggen? Ja, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik word gepressured vanuit allerlei verschillende kanten om wat te zeggen nu. Ik heb een KB nodig. Nee, maar de kerstman niet zou komen. Waar is de kerstman dan? Waarom is de kerstman er niet? Waar is de kerstman? KB die had volgens mij contact met de kerstman. Maar KB is er niet. Misschien is de kerstman er daarom ook niet. Dit boekje Probleem. Stond wel bij KB volgens mij. Misschien Justin, lees het boekje eens voor. Justin zit er al bij. Goed zo. Wat? Ja, lees maar voor. Oké. Holy cowboy! Zoals je ziet heb ik natuurlijk Golem een makeover moeten geven. Ik hoop dat het uiterlijk jou niet laat beven. De reden hiervan is niet zo positief. Hier op de Noordpool heb ik wat vijanden. Niet zo lief. Zo dat eruit. De Golem houdt een oogje voor mij in het zeil. Daarom staat deze muts hem wel. Ontbreekt van mij met kerst ieder spoor. Kom even bij me langs. De rendieren bijten niet hoor. Groetjes je kerstman. Nou, wat leuk. Wat leuk van jou, Jesse. Heb je dat zelf geschreven? Ja, helemaal. Ja? Dus, rendier. Ja. Ja. Jij bent de leider nu, Jesse. Jij moet zeggen wat we gaan doen. We gaan naar de rendier even kijken waar dat is. Ja, het gaat over de kerstman, hoor ik net. Of de kerst, de golem. Ja, klopt. En dan moeten we zoeken naar rendier? Was dat het? Even kijken, hoor. De golem houdt een oogje voor mij. Rendieren bij het niet, hoor. Bij me langs. Kom even bij me langs. De rendieren bijten niet hoor. Ja, dat zouden we denk ik naar meneer de Golem moeten. Uh-oh. Wat een klus, Justin. Oh, Justin, het gras. Oh. Justin. Oké, wat is hier gaande? Geen rendier. Is iemand een rendier? Ik zie een zuurstok. Een zuurstok? Waar? Ja, een zuurstok. En nog één. Waar? Geen rendier. Nee, ik zie ook geen rendier. Ik zie ook. Wel weer zuurstokken. Het is een hint, jongens. We moeten een zuurstok zoeken. Misschien moeten we nog een keer naar dat boekje, jongens. Hier geen rendier. Nee. Justin, je hebt het helemaal verkeerd voorgelezen. Ja, sorry. Ja, ik begon ook aan de laatste bladzijde. Dus, Je begon bij de laatste bladzijde. Nee. Oh. Oké, ik ga het raadsel voor ons oplossen, jongens. Geen zorgen. Dat. Zoals je ziet heb ik de golem een makeover moeten geven. Ik hoop dat dit uiterlijk jou niet gaat beven. De reden hiervan is niet zo positief. Hier op de Noordpool heb ik wat vijanden niet zo lief. De golem houdt een oogje voor mij in het zeil, daarom staat deze muts hem wel. Ontbreekt van mij met kerst ieder spoor. Kom even bij me langs. Noordpool. Ja, of naar de... We moeten gewoon naar de Noordpool. Ja, hè? Justin. David had het sowieso gelijk opgelost als hij het had gelezen. Ik moest het alleen voorlezen, hallo. Ja, jongens, naar de Noordpool, denk ik. Gaan we lopen waar is, of... Waar is de Noordpool? De Noordpool naar einde. Ik denk naar het zuiden. Ik denk dat we met paard moeten. Ik heb alleen mijn paard niet bij me. Je mag achterop bij mij. Dat werkt niet. Heeft iemand een kameel? Dat weet je. Maar het is wel een gratis kameel ergens. Ik weet niet waar ik toe ga, maar... Iedereen is met zijn paard hier ook echt. Ja, dat stond in de Discord. Oh, ik ga mijn paard ophalen. Sorry, hallo. We wachten wel even op je succes. Ik ga mijn paard ophalen. Oké, jongens, blijkbaar moeten we naar de Noordpool toe. Want de kerstman heeft een opdracht voor ons. En ik heb mijn kerstelf outfit heb ik al goed aan. Alleen, ik moet even snel mijn paard ophalen. Zo, jongens, we zitten op Benno. En het is tijd om naar de Noordpool te gaan. Laat hier misschien iets op. Hier, de Noordpool! Waar? Ja, hier op het Oh, postselfie is Noordpool. Jemig. Nou. Oké, dan gaan we deze kant. Dat is wel logisch dat we naar het noorden moeten. De Noordpool. Doe je wel lief voor de kerstman, Justin? Ik altijd. Ja, we moeten even kijken of we hem kunnen vinden, denk ik. Je kan het zeggen. Want nu zijn we er wel. En de rendieren bijten niet. Maxime. Oh. Maxime woont er niet. Wat allemaal huizen hier. We hebben hier Timon, die woont hier. Felix. Soraya. Felix is echt zo'n kattennaam. Tina. Durolf. Durolf. Ik denk dat de kerstman daar is, jongens. Dat ziet eruit als het huis van de kerstman. Hierboven. Wat spannend dit. Oeh. Ik vind het echt heel spannend. Met z'n allen. Wat doen we hier eigenlijk? Waarom zijn we hier eigenlijk heen gegaan? We gaan weer terug. Ja. Wat doen we hier eigenlijk? Het is kerst, het is kerst. Ja, het is kerst. Daarom. Justin, ga maar. Ben ik niet thuis? Zoek naar een boekje op de begane grond. Ben ik niet, maar misschien is hij wel thuis. We weten heeft niet hij gewoon of hij niet thuis telefoon is. Of zo? Kan je hem even bellen? We weten niet of hij thuis is. Kijk dit dan! Dit is gewoon... Hoe cool is dit? Ik vind die paintings vind ik leuk. Leuk. Het is wel jongens. Het lijkt erop alsof er niemand thuis is hier. Kijk of je de kerstman kan vinden. Justin, niet gelijk al zijn spullen stelen. Jawel. Ik moet iets vinden van bewijs. Wat? Dat hij leeft? Hier. Ben ik niet thuis? Zoek naar een boekje op de begaande grond. Oh, daar ben je aan het zoeken. Heb je een boekje? Nee. Ja. Oh. Kijk, nu snap ik waarom je alles aan het looten was. Ja, je had een soort van kluis. Waar?
Hier beneden, in de kelder. Ja, maar we gaan naar de grond, Julian. Hoe heb je kelder gevonden? Ja, hier. Ja, waar? Achterin, ja. Huh? Oh, gewoon een trap. Ja. Nee, oké, maar hij zei op de kelder, op de begaande grond. Op de kelder, op de begaande grond moeten we een boekje vinden. Hoe heeft nog niemand hem gevonden? Hey, ik heb iets. Oh, hallo. Ja, 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 ik heb hem. Waar? Waar zit hij in? Hier, onder. Oh, daaronder. Ding zit. Oh, dan mag je hem ook voorlezen. Oeh. Wacht, laten we maar even naar het vuurtje gaan hier, gezellig. Ho, ho, ho. Als jullie dit lezen, ben ik momenteel niet thuis. De reden hiervoor is niet zo pluis. Ik heb hulp nodig. Ik heb een probleem. Willen jullie mij helpen? Ik heb het nodig. Extreem. Ga naar het huis van de hoofdelf en kijk goed rond. Hopelijk verpest wat jullie daar vinden, niet jullie kerstavond. Dat rijmt niet. Goed geruimd. Het was weer een mooie rijm. Jongens, ik ben een elf. Ik weet precies waar de hoofdelf woont. Of was nou, dat? Laat me zien. Nou, ja? Laat zien. Kom maar, volg mij maar, jongens, de hoofdelf. Ik weet precies waar die woont. Ik ben zelf ook een elf. Ik moet elke dag naar hem toe om in te klokken en zo. Ah ja. Ik kom hier natuurlijk elk jaar om vrijwilligerswerk te doen en zo. Ja, maar dat kan maar één keer in het jaar, hè? Nee, ik kom hier natuurlijk elk jaar voor vrijwilligerswerk. De hoofdelf. Ja, volg mij maar. Hier, hoppakee. Kijk, Henny Hoofdelf. Hoofddelf, sorry. Henny Hoofddelf. Hoofddelf. Dat is zijn achternaam, Hoofddelf. Wie durft naar binnen? Ja. Yeah. Oh, Julian. Hey, om zijn beurt, jongens, om zijn beurt. Is veilig, Julian? Nee, kom niet binnen. Oké, daar kom maar allemaal. Wat is dit? Wat moesten we hier doen eigenlijk? Wat stond erin dat we hier moesten doen? Ik heb iets! Ik heb een lectern gevonden. Oh, nee. Ho, ho, ho. De hoofdelf hier. Als je dit vindt, had je tot nu toe nog niet veel plezier. Nee, het is heel stom dit inderdaad allemaal. Ja. De kerstman is verdwenen. Wie zit het boekje door te spoelen? De kerstman is verdwenen met jullie cadeaus. Hopelijk is hij snel terug en duurt het niet een hele poos. Jongens, de kerstman heeft ons cadeaus gestolen. Het is ongelooflijk. Wat een ongelooflijk... Pannenkoek. Ik dacht dat alleen piraten dat deden. Ik krijg geen contact en maak me dus een beetje zorgen. Zouden jullie hem voor mij kunnen zoeken, het liefst voor morgen? Als je hem vindt, heb je de code van de sleutel nodig. Daarom is het opsplitsen in twee groepen niet overbodig. Nu er twee groepen... Oh, jongens, twee groepen maken. Dit voelt een beetje alsof je zomaar niet wordt gekozen bij... Dat kan niet. Twee mensen moeten kiezen. Twee mensen moeten kiezen. Ik vind dat Harlow mag kiezen en dat David mag kiezen. Doen we buiten. Echt zo typisch zoals school vroeger. Oh, nee. Als hier dan David staat en hier... Ja, maar de stomme mensen worden het laatst gekozen. Ja, het laatst gekozen. Kom, ja. David en Harlow. Nee, Julian, kom eens hier. Oh, jongeman. Ik kies voor de enige echte Joris. Joris als eerste gekozen. Als eerste, je bent het kost van ons allemaal. Ja, ja, ja. Of hij heeft juist heel veel medelijden met hem. Ja, dat klopt. Oké, David. Ik kies voor... Char. Wie gaat er als laatste gekozen worden? Ik hoop Justin. Ja, denk ik ook. Harlow. Voor Justin. Nee! Ja. David. Ik kies voor... Oh! Hey! Vliegtuig! Vlogen. Daar is de kerstman. Waar kom jij vandaan? De vliegende cowboy, joh. David. Nou, ik kies eigenlijk wel voor deze vliegende cowboy dan. Voor de vliegende cowboy, je hoort... Ja. De vliegende cowboy. Hij is net binnen, hij maakt meer vliegende indruk. Vliegende cowboy, je hoort bij Team hij David. Hij maakt net zo'n mooie intro. Oh, ik ben er. Je hoort bij Team David, gelijk. Je hoort bij mij. Welkom. Oké. Okay. David, ja, ik was zeggen, andere kant. Welkom. Ik hoor wel allemaal zombies. Maak me zorgen. Nu moet ik weer kiezen natuurlijk. Ja. Nou, dan mag Walnut wel bij ons. Kom maar. Let's go. Klinkt niet heel erg positief. Team Baard. René, kom jij mee bij ons? Ik ben er niet op de laatste gekozen. Nou, kom maar, Julian, dan hoor jij met team, team Harlow. Oké, teams zijn gemaakt, ik weet niet eens waarvoor. Zijn maar jullie dan groepje 1 bij groepje 2? Ja, prima. Oké, nu er twee groepen zijn gemaakt, geef ik voor elke groep instructie. De kerstman koopt niet op inductie, ook puur omdat het rijm staat dat er. Ja. Groep 1, dat is Harlow, toch? Dat zijn wij, groep 1, ja. Oké, groep 1, luister nu goed. Jullie gaan op zoek naar de kerstman met zijn rood-witte hoed. Zijn locatie is binnengekomen via de GPS-tracker. Volgens de monitor voelt hij zich niet zo lekker. Ga snel naar de slaapkamer van de kerstman, want hier vindt jullie vervolgplan. Coördinaten komen hieruit en nu moet je gaan reizen. Vind hem en wie weet bevat jullie cadeaus mooie prijzen. Oké, groep 2, dat mag groep 2 zelf voorlezen. Wat er staat. Dus wij moeten naar de slaapkamer van de kerstman. Ja, wij moeten naar de slaapkamer, jongens. Nou, je hebt geen idee wat je gaat, dus dat weet ik wel. Dat weet ik wel, want we gaan slaapkamer gaan doen. Maar ik ben er wel. Jij krijgt zo meteen van je groepje een update, dat komt wel goed. Voor groep 2 wordt de opdracht een andere uitdaging.
Ga met z'n allen naar het winkelgebied en zoek daar voor lekkere voeding. Daar liggen nieuwe instructies op jullie te wachten. Schiet oh, op, jee. De kerstman is er minder goed aan toe dan we dachten. Oh. Nou, hij, jongens, de kerstman is ernstig ziek. Ik weet waar we eten kunnen krijgen. Oké, nou, laten wij opsplitsen, zou ik zeggen. Ja. Wij gaan naar het winkel. Ja, en wij gaan naar de kerstman. Ja. Hier wat harde kerstkoekjes. Bedankt. Oh. Ik zou ze niet eten, dan word je misschien ook ziek. Ja, ik denk de kerstman is ziek geworden door de koekjes van Harlo. Wij zijn team, we moeten naar de kerstman, want hij is ziek. Ja. Juist. We moesten naar de kamer, toch? Ja, naar de slaapkamer van de kerstman. Misschien is hij daar wel. Daar krijgen we onze gekeken. Nee, dat klopt. Daar zijn onze vervolginstructies. Dus het doel van vandaag is de kerstman is zoek en we moeten hem vinden. Want hij heeft alle cadeautjes. Hij heeft onze cadeautjes. Hij heeft zelfs onze cadeautjes. Egoïstisch kerstman, dat hij al zijn cadeautjes van ons dan weer bij zich houdt. Ja. Wat hebben jullie eigenlijk gevraagd? Een nieuw XXL piraten destroyerschip. Oh, ja. Om alle cowboys mee te vernietigen. Oh, hey, rendier. Hé, hey, de kerstman is niet eens een beetje, jongens. Ik zie wel een lectern met instructies. Je gaat die voorlezen? Net al voorgelezen. Joris, jouw beurt. Oh jee, oké. Okay. Ho ho ho, welkom bij de puzzel voor het ontrafelen van de locatie. Ik hoop dat het eindresultaat voelt als een goede tractatie. Als jullie de coördinaten van de kerstman straks hebben gevonden, ga er dan heen en verzorg zijn wonden. Begin nu maar met puzzelen. Werk goed samen. Doen jullie dit niet, moeten jullie opnieuw op examen. De kerstman. Okay. Nee, niet helemaal. Okay. PS, open nu het PDF-bestand, dan vind je de puzzels. Niks aan de hand. Oeh, oké. Okay. Oké, jongens, ik heb hier de kerstpuzzels Content Veen. Vul de volgende plekjes in om tot de coördinaten te komen. Oh, hoe heet het ook alweer? Hoe heet zo'n ding ook alweer? Dan moet je die dingen invullen. Een rebus. Heet dat een rebus? Nee, maar dit is toch gewoon lege coördinaatveldjes. We moeten die cijfers zien achter te komen. Huh? Je moet los deze puzzel op voor het zesde coördinaat. Ja, dat is de zesde letter, of de zesde cijfer dan. Er zijn 9 die we moeten hebben. Bij X staan 3 streepjes, bij Y staan 3 streepjes en bij Z staan 3 streepjes. Daarboven. Dit zet je neer in je huis als de kerstperiode begint. Nou, dat is kerstboom. Dit, ja, kerstboom. Dus het begin met kerstboom. Het eerste is kerstboom. Dus dan is de eerste een R. Klopt dat? Ja, toch? Ja. Ja. Dit heeft te maken... Dier dat heeft te maken met kerst. Is een rendier, gok ik. Rendier. Ja, dat kan. Dus dat is een I. Dus dan hebben we R-I. Max in Content Veen is piraat. Noe. Dus dan hebben we A. Toch? Ja, Ria. Piraat, ja. Dit hang je in je kerstboom. Ria. Kerstbal, dus kerst is een T. Nee, sorry, een S. Ja. Rias, staat er dan Rias? Oké, okay. Kerstliedje, er kan, vier kan ook slingers zijn. Oh, toevallig, ja. Slinger. Ik weet het niet. Nee. Wat hadden we eerst dan? Kerstbal. Dat past toch niet bij 4? Of wel? Nee, past niet. Kerstbal. Nee. Oh, jawel. Nee, past niet. Kerstbal. Nee, we doen wel sling. Ja, we doen wel slinger dan. Maar kerstbal past wel. Ja, past ook. Huh? Kerstliedje O Denneboom, dus Den, gok ik. Oh, kijk bij 3. Den? Of niet? Ja, toch? Ja. Zet je bovenop de kerstboom is een piek. Wat zijn die letters dan? De eerste was R. R. I. A. A. Ria. 4 was, dit hang je in de boom, is slinger. Daarmee. Rian. Rian. Rian, dubbel N. Rian. Rianne. Wat is Rianne? Rianne. Oh, het huis van Rianne. Misschien het huis van Rianne. Oh. Had iemand die gezien? Ik weet het niet. Nou, die kunnen we wel vinden. Laten we gewoon naar het huis van Rianne gaan. Rebus, of hoe het ook heet, is opgelost. Laten we even slapen. Is het niet zo'n kruiswoordpuzzel? Ja. Kruiswoordpuzzel. Volgens mij is dat... Nee, ook niet, want dat is met... Ik weet niet hoe het heet. Ik ben vergeten hoe zo'n puzzel heet. Volgens mij is het niet kruiswoordpuzzel. Huis van Rianne. Ik maak net. Oh, wie heeft de NMN aangekeken? Ik was niet. Het was Julian. Nee! Oké, het huis van Rianne. Heeft iemand die gespot? Ron heb ik wel gevonden, maar dat is het niet. Ik heb Roy, Tom, Ron. Hier, Rianne, nummer Sanne. 8. Ja, nummer 8. Oh, dan is 8 is het eerste coördinaat dat we nodig hadden. Toch? Ja. Oké. Schrijft iemand het op? Ja. 8. Schrijf jij het op? Oké, 8. Ja, dus coördinaat 6. Ja, dus de derde van I. De derde van I. Oh, dit zijn nog best wel wat dingen om op te lossen. De derde van... Reken de volgende som op zonder rekenmachine. Waarom een rekensom? Heeft niemand zin in. Pen en papier is wel toegestaan. De uitkomst van de som is het getal van de letter... Oh mijn god, oké, prima. Ja. 23. Wat is de 23ste letter van het alfabet? W. A, B, C, D. Ja, B, C, D. De W. Is een W. En dat is dan de eerste letter van de naam.
Hebben we een naam met een W hier ergens? Oh! Dus nu moeten we een huis zoeken met de letter W. Lola. Ja, en dat is dan weer een nummer. En dat is dan weer een nummer, duidelijk. Iemand heet hier Hinkelkinkel. Zo, hebben we Wim of zo? Willem. Twee. Twee? Willem is Willem, twee. Je hebt Willem zijn huis gevonden? Ja. Ah, Willem is nummer twee. Oké, dus schrijven we die op. De zevende getal is twee. Oké, volgende. Los de rebus op en vind het derde getal. Dat is een, hoe heet zo'n dingetje ook alweer? Speld? Is het niet een... Nee. Pin. Punaise of een pin. Punaise. Maar dan heb je hunaise. Dan heb je wel een heel lang woord. Ik denk pin, dat het is. Maar komt hier niet gewoon die rinkeltinkel uit? Of die hinkeltinkel uit? 100%, 100% komt die rinkeltinkel uit. Toch? Ja, dat kan niet anders. Dus waar hink, was die? Ja, hin, het begint met hin dan. Als je pin hebt, pin... Ja, hinkeltinkel. Ja, is het hinkeltinkel? Nee, dat komt uit hinkeltinkel. Ja, maar de hinkelkinkel, daar komt het op uit. 4, 100%. 4. Er mist. Nee. Ja, dan wordt het Rudolf. Ja? Denk het wel, want we hebben nu de D, de F. Deze heb ik nu. Ja, Rudolf. Rudolf. Oké, Rudolf. Heeft iemand Rudolf gezien? Ja. Ik heb Rudolf hier ergens gezien, toen we binnenkwamen lopen. Durolf! Het is niet eens Rudolf, het is Durolf. Oh. Maar dat kan ook, is 5. Durolf is 5. Dus dan is het eerste getal 5. Ja. Nee, het vierde getal. Nee, het eerste. Julian, oh, kijk dat is de verkeerde. Oké, kijk goed naar de kerstballen in de boom. De naam die je met deze letters kunt vormen, komt op de vierde plek te staan. Wat voor naam kan je hiermee vormen? Oh, dit zijn heel wat letters. Oké, het is een hele lange naam. Ik ga even rondlopen en kijken naar hele lange namen. Henny! Henny's huis! Henny Hoofddelf. Dat is een hele lange naam. En er zitten twee H's in, er zit een Y in, zitten er twee N'en in en twee O's. Ja. In een kerstboom? Ja, dan is het Henny. Dat is 1. Nummer 1. 100%. Oké, dus 1. Op de vierde plek staat 1. Start bij het omcirkelde getal. Het tweede getal begint waar je het eerste getal bent geëindigd. Eerste letter. Oké, jeetje. Dit moeten we oplossen. Oké, komt er jongens. We moeten een naam schrijven hiermee. Het eerste, hij begint met de I. Eerste letter, 2 naar boven. Oh, dan begint hij met de U. 1, 2 is de U. Oké, schrijf het op. Felix is nummer 6. Oké, en in welke plek komt hij? Tweede. Nee. Oké. Oh, tweede getal. Oké, volgende. Zoek de onderstaande namen in de woordzoeker. Oh. 1 naam staat er niet in. Oké, laten we gewoon zoeken met z'n allen. Als je er eentje hebt, noem je hem op. En als we er klaar zijn, dan weten we welke er niet in zit. Ja, dat zou Tina dan moeten zijn. Weten we zeker dat Tina er niet tussen zit? Ja, want er zit maar één T in de hele ding. En die heb ik helemaal bekeken. En dan kan je geen Tina meer maken. Oké, dus dan is het Tina. En welk nummer is Tina? 0. Los de onderstaande puzzel op. Kijk vervolgens met jouw oplossing naar de mogelijkheden hieronder om het achtergetal te vinden. 1, Soraya. Welk nummer is Soraya? Moet ik dat nou opzoeken? Nee, dat zijn de huizen, ja. Gewoon in de huizen. Als iemand die kan vinden. Ja, 1 keer 5 en dan 1. Kom je op 5. Ja, dus dan is driehoekje Soraya. Oké, dus we hebben het laatste nummer. We hebben 7. Die moet 7, op plek... 8. 7 moet op plek 8. Ja. Los de onderstaande puzzel op. Met de letters vorm je de naam van het laatste getal. Zoek een letter die wel in maand zit, maar niet in banaan. Dat is de B. Of nee, de M, sorry, want die zit natuurlijk niet in banaan. Dat is M. Zoek een letter die wel in cadeau zit, maar niet in douche. Hebben we alle letters? Maxime. Onthouden, opgeschreven? Maxime. Maxime. Is het Maxime? Waar is Maxime? Die is hier. 5. Maxime. Dus dan hebben we... Oké, dan hebben we alle coördinaten. Dan hebben we alles, ja. 9 is 5. Hier, Joris. Oké, dus hebben we de coördinaten? Ja. Dat denk ik wel. Wat zijn de coördinaten? En dan zet ik ze heel veel achter elkaar. Dan gaan we gelijk die kant op. Wij hebben de coördinaten. Wij hebben coördinaten van de kerstman. Het was een moeite. We hebben moeten strijden. We hebben elfjes moeten bevechten. We hebben vliegende cadeautjes in de fik moeten zetten. Het was echt een avontuur. Wat hebben we moeten doen? Wij hebben een woord. Ja, je hebt zelfs Joris zijn hoofd op je hoofd. Kom je daar nou aan? Waar heb je het over? Oh. Waar zijn de... Ja, er zijn zijn huis opgeblazen hier. Maar, en nu? Ja, nu wachten. Ja, Julian is de coördinaten. Julian is de coördinaten. Ik heb de coördinaten. Heb je ze? Wat zijn de coördinaten? 564, 108 en 275. Jemig, dan moeten we echt heel ver. Helemaal naar het deel de westen volgens mij. Maar bij die laatste staat er minder voor bij Z. Bovenin. Dus dan is dat min 275. Oh! Dus dan moeten we helemaal naar het Wilde Westen. Ik zat helemaal in het Wilde Westen. Volgens mij zijn we helemaal in het Wilde Westen. Gaan wij daar de coördinaten? Nou, waar pakken we dan maar? Nou, volgens mij is het in het Wilde Westen helemaal, die coördinaten. Oké, jongens, de bedoeling nu is dat we dus naar de coördinaten gaan waar mogelijk de kerstman is. En dat is echt een heel eind rijden.
En ik ben hier lekker nu op Benno het paard. Als kerstelfje aan het rijden, als het goed is, komt de rest ook achter me aan. We hebben net allemaal puzzels moeten oplossen. Echt behoorlijk wat. Dus ik ben benieuwd. Als het goed is, ben ik bijna bij de coördinaten, jongens. Ik ben inmiddels bij Harlow's koekjesfabriek ben ik aangekomen. Hier ergens in de buurt moet de kerstman zijn. Laten we even kijken. Ik denk dat de rest daar ook wel weer zal zijn. Daar, jongens! De kerstmanse slee! Ik heb hem gevonden! Ik heb de kerstmanse slee gevonden! Daar is het! Oh, de kerstman! De kerstman! Ik ben er. Probleem. Benno is helemaal door de bergen lopen strijden. Wil je het woord weten? Kan ik dat hier zeggen? Ja, natuurlijk. Maar dan hebben we wel zeg maar al onze levertjes dan weg. Wat was jullie woord? Jullie hebben een woord gezocht. Kerstgedachte. Dat en wat hadden jullie eraan? Nog niks, maar het komt nog wel. Oh, dat komt nog. Ik wou het zeggen. Hebben wij nou al het werk gedaan en jullie hebben alleen lekker aan kerstgedachten zitten denken. Waar is je kerstgedachte? Nou, iedereen is er. Wat doen we hier bij de kerstman? Cadeautjes zoeken, toch? Oh ja, onze cadeautjes liggen hier ergens. Heb je al goed genoeg in zijn navel gekieteld, KB? Ja. Ja? Nou ja, hij wil echt niks zeggen. Er helemaal niks. Oh. Nee, hij heeft hier een goede wil. Hé, hey, er staat hier trouwens een boekje. Er staat een boekje, ja. KB, jij hebt dan niks voorgelezen vandaag? Ja, zeker wel. Nee. Jij hebt de goede voorleesstem voor dit. 9 bladzijden! Ja, heel veel succes. Oh, oké. Okay. Heeft iemand een beetje achtergrond jazz? Kan iemand even achtergrond jazzje doen? Hallo. Hallo? Yeah, stupid pie, yeah. Dit, ik voel hem okay, wel. Oké, nice. Ho, ho, ho. Dat moet je wel voorlezen. Nee, het lijkt een beetje af, eerlijk gezegd. Dat gaat echt niet meer. Oké. Okay. Wel heel vet, daar moet je meer mee doen. Hier moet je meer mee doen. Talentje. Kijk, zet je een spannende stem op. Nee, dit is gewoon... Oh, het is echt een treurig verhaal. Je hoort het ook in de ho, ho, ho. Wat fijn dat jullie mij hebben gevonden. Gelukkig ben ik net klaar met het verzorgen van mijn wonden. Oh jee! Alles, het blijft helemaal op rijm. Ik ben niet in staat ver te reizen. Nou komt het, hè? Daarom moet ik helaas iets van jullie eisen. Ja, het rijmt weer. Reizen, eisen. Oh, oh, wie zit er? Ja, sorry, sowieso. Vind de puzzel om de juiste sleutel te kunnen vinden. Samen met de naam kunnen jullie de juiste sleutel samenbinden. Samenbinden? Ja, rijmt op vinden. Ja, maar binden was misschien wel genoeg geweest. Oh. Nou ja, goed. Haal daarna de cadeaus uit de kluis. Open ze hier gezellig bij mij en niet bij mijn huis. Oké. Okay. Wil je een hint? Omdat je het niet vinden kan, blader een stukje door en daar is hij dan. Doe dit niet te snel. Werk eerst hard. Anders worden jullie winnaars met een valse start. Oké, okay, niet door. Nee! De kerstman! Oh, oké. Okay, okay, ja, maar hij moet natuurlijk wel even zijn naam eronder zetten. Okay, ja, maar we willen niet verder. Niemand mag verder gaan bladeren. Oké, okay, dus je moet puzzel. Hou je mond, jammer, waar ben je? Hou je mond, sorry. Wil je de pakkerrammel? Anders komt de kerstman voor je, hoor. Oké. Okay, puzzel oplossen. Wat is de puzzel? Puzzel? Ja, er zei toch dat een puzzel moest oplossen? Vind de puzzel. Je moet een puzzel zoeken. Oh, we moeten hem zoeken. Ik ga wel in wat is dit? Hey, je moet heel hard werken ook. Ja, ik kijk wel in de slee of ik iets kan vinden. Waar gaan we nu heen? Hier, oh, een hele grot, joh. PvP, oh PvP. Jongens, we hebben een grot gevonden. Een grot? Normaal. Pirate Snow. Nee, maakt. Hoe komen jullie daar? Nee, niks aan de hand. We moeten hier parcouren. Hier. Oh. Parcouren. Dus ik snap echt niet hoe jullie zijn. Oh! Gewoon parcouren, over de dinges. Wat zijn jullie nou? Ja! Nou kijk, ik heb het niet gered. Ik weet ook niet wat er gebeurt, Harlow. Er is slee. Dat scheelt misschien niet. Slee in, via hieronder. En dan parcouren. Je kan het halen, David. Kom, ik geef die setje springen. Springen. Ja, ik heb geen idee ook. Springen. Nee, die is nog te vroeg, Julian! Wat is dit? Dan ben ik in de slee en dan snap ik het nog steeds niet. Dan moet je gewoon zoeken in de slee. Dan kom je bij ons uit. We hebben teamwork nodig, jongens. Ja. Hey, je hebt hem, Char. Hoe heb je dat gedaan? Ik geef een zetje. Oh. Is er gewoon een pad? Huh? Hoe kun jij er overheen lopen? Een zetje is veel leuker. Oh, mijn god, kijk, ik zie het nu pas, maar er zit inderdaad een... Oh. Waar moeten we heen? Ja, ik heb geen idee waar we naartoe moeten. Ja, je moet gewoon de slee in en dan... Maar we hebben de puzzel al hier. Oh, zoek in de buurt van de slee er weer uit. Naar het item Echo Shard. Oh, we hebben hem al. Het was dus allemaal voor niks. Dit was letterlijk allemaal voor niks, jongens, het hele avontuur hier. Ja. Komen we nou weer uit? Ja, hierheen. Hier. Wat? Maar wat moeten we met de Echo Shard? Nu hebben we dat. Met die... Ik heb hier kaars. Dat is een puzzel, hè? Je moet een kaars vinden. We moeten puzzelstukjes vinden. Ik heb een kaars en een Echo Shard nu. Wat stond er op dat bordje? Ja, we moeten de Echo Shard zoeken, meer niet. Ja, die hebben we. Ja. En we hebben die moeten samen binden met die naam. En dan de kluis. Welke naam? Ja, die heeft het andere team verzameld. Ja. Oh, kerstgedachte. Heeft iemand een Anvil bij zich? KB, jij hebt pas wel een Anvil. Poeh, moet ik even kijken. Ik heb er 9.
Al wel een toeval. Ik heb er twee, maar er is al een anvil, dus dat... Nee, maar ik wil die van jou, KB. Die vind ik leuker. Nee, oh. Dan krijg je die terug. Ja, ik wil die van jou. Die van jou. Wat is dit nou weer? Wacht, ik ga kijken of ik hem vanaf hier in het vuur kan gooien. Nee! Niet in het vuur. Nee! Ah, heb hem! Ik heb hem! Ik heb hem! Oké, okay, wacht, vuur uitgedaan. Nu bevriest de kerstman. Oké. Okay. Oh. En dan moeten we de echo shards. Oh, kerstgedachte. Hier, doe het vuur aan. Hier, doe jij maar, René, kom maar. Wie zit in te knallen hier? Ja, kom maar, René. Wat? Jij mag het doen, hier. Oké. Okay. En dan? Wat doen we ermee? Welke kluis? Waar is de kluis? Jullie hadden toch zo'n kluis gevonden daar? Oh, in de kamer bij de kerstman! Moeten we helemaal daarheen? Helemaal terug. Nee, was toch niet? Stond toch in het boekje niet in zijn huis, maar hier? Ja. Maar hier is geen kluis. Ja, hier is geen kluis. Ja, maar er stond in het boekje. Uit de kluis halen en dat hier openen. Maar ik ga niet hierheen. Ja, we moeten de cadeautjes uit de kluis halen en dan moeten we helemaal terug. Oh, maar dan hoeft niet iedereen heen en weer, denk ik. Nee. Ik blijf hier. Jij blijft hier? Wie heeft de sleutel? Ik ga wel met je mee. Ik ga wel met je mee, René. Ah, dat vind ik ook wel mee. Gaan we met z'n drieën. Oké. Dan zetten we de paarden, zetten we even hiervoor gewoon zo. Hoppakee. En dan zei Joris... Nee, Julian zei dat hij een... In de kelder had hij een kluis. En we hebben nu een sleutel. Is dit de kluis? Ik denk dat dit de kluis is. Oké, René, ik denk hier. In dit blokje hier moet je de sleutel gooien. Dat gok ik. Ja, denk je? Ja, probeer maar. Oh! Hij werkt. Hij werkt! Cadeautjes! We kunnen ook alles voor onszelf houden, hè? Ja. Laten we alles plunderen. Moeten we niet eerst een boekje zoeken of iets? Of... Nee. Ik weet niet, laten we gewoon kijken wat we kunnen vinden. Kerstcadeau Rick! Oh, kerstcadeau Rick Force. Oké, wacht, ik neem wel die voor Rick mee. Oh, zo. Leuk. Wie is dit? Dit is van Pato. Nou trouwens, die mogen ze zelf later ophalen. Hier, nee, die is die voor jou. Makkers de YouTuber. Oh, die is voor jou. Makkers, ik ben niet Makkers de YouTuber. Die is de cowboy, die neem ik wel voor hem mee. Justin is er ook, toch? Nee, ja, die kan je wel. Justin is er niet. Deze is voor Harlow. Ja, maar hij is, op het moment is hij er niet. Oh. Deze is voor Joris, die neem ik mee. Ik neem voor iedereen die er is, neem ik mee. David, die is er, die neem ik mee. Die is voor jou. Knal het! Dit is mijn cadeautje, jongens! Oké, okay, die neem ik ook mee. Deze is voor Floor, die laat ik liggen, want die is er niet. Heeft iedereen alle cadeautjes? Ik heb, Pato, oké, alleen Rick is er niet. Pato is er niet. Justin is er niet. Makkers is er niet. En... Pato komt ook niet meer, want er zijn wel... Floor is er niet. Ja, maar dan mag je hem zelf ophalen. Dan mag je hem zelf... mag je hem mooi zelf halen. Hebben we alle cadeautjes voor iedereen? Ja. Oké, okay, nou, dan is het tijd om terug te gaan. Naar de rest. Wij keren terug. Och. Kom maar, we gaan helemaal mis hier. Wat is er gebeurd allemaal? Ik dacht, ik maak het vuur wat groter. Wacht even. Oh, jemig! Nee. En Harlow heeft zijn pistool... Wat gebeurt hier? Ja, er is een shootout hier. Een shootout. Wacht even, daar kan ik wel. Recht uit. Okay. Jezus, het is helemaal in de fik gegaan hier. Hé, we hebben de kluis opengemaakt. Oh, hij was helemaal leeg. Ja, dus, de kluis was leeg! Het. Ja, dat was het. Helaas jongens, dit was wel het avontuur dan. Als gezellig! Nee, dat wel. We hebben voor iedereen kerstcadeautjes gevonden. Behoorlijke paard! Nee! Je rende precies langs toen ik de lucht aan het slaan was. We hebben allemaal kerstcadeautjes voor iedereen, plant jongens. Even wat bomen te wat is hier gebeurd? Wacht, jongens, we hebben het vuur groter gemaakt. Hey! Wat moet ik eerst? De kerstman had het koud. De kerstman heeft wat voor jou, Joris. Waar ben je? Ik zal maar niet onder de kerstman kijken. Hier. Maar... Ja. Ik heb een heet poepje gelaten. Oh, oké. Okay, ik heb niet de hele dag zelf. Kijk hier, deze is je kerstcadeautje. Oh, er zitten ladders in. Oh, ladders, je hebt ladders gekregen. Zo, daar zou ik blij mee zijn. Ik heb een ladder geloopt. Ik ben hier echt blij mee. David, waar ben je? Nee. Dit is jouw kerstcadeautje. Ook leuk, ook die banners erbij. Oh, je hebt een diepsleet. Oh, dat is altijd wel handig om te hebben. Daar heb je nooit genoeg van. Harlow? Cool, toch? Dat is cool. Ben ik aan de beurt? Jij bent aan de beurt. Jacht, ik wil je cadeautje volpakken. Ja. Oh. Oh. Hier, Harlow, kijk eens. Hè? Een kerstcadeautje voor jou. In het groen. Oh, kerstgedicht. Ja. Shulkers en allemaal mooie spullen. Kerstgedicht. Allemaal visjes. Voorlezen. Iedereen heeft een kerstgedicht voor. Ja, iedereen heeft een kerstgedicht gekregen. Oké, voor jou, KB. Kijk, boom. Oh. Boom. Dit is mijn cadeau? Boom. Huh? De paarse hoort er niet op, maar je mag wel. Jeetje, wat een keer. Oeh. Jemig. Jij krijgt die muziekdisc. En mangrove vlogs heb ik altijd nodig. Oh, wat, jij hebt echt een paar dingen. Dit is voor mij. Afblijven. De mensen dat stelen. Nou, dan heeft iedereen als het goed is zijn cadeautje gehad, toch? Ja. Ja, hè? Ja. Wat leuk allemaal. Leuk dat je er was. Nou, hè? Oort, ja, had het ook naar mijn zin. Ja?
dat vind ik mooi. We hebben goed onze puzzels opgelost. De kerstman is tevreden. Doen we nog een kerstfeestje of zeggen we... We gaan weg. Kerstfeest? Ja, kerstfeest. Ik weet niet. Jij hebt muziek. Dit was het kerstfeest. Nou, volgens mij is het bij de kerstboom op... bij de boom is nog een leuk kerstfeest voorbereid. Echt? Gaan we nog één keer naar de boom in de vallei. Oké, dan gaan we daar gewoon heen. Nou jongens, iedereen heeft zijn kerstcadeautje gekregen. Ik moet wel nog even kijken wat er in die van mij zit. Ik heb helemaal nog niet gekeken wat er in mijn kerstcadeautje zit. Die ik van de kerstman heb gekregen. Dus laten we maar gewoon nog heel even naar de winkelvallei gaan. Dan ga ik zo meteen ook even kijken wat er in mijn cadeautje zit. En dan ben ik wel heel benieuwd. Kijk, daar zijn we weer jongens. Aangekomen in de kerstige winkelvallei. Ik vond het wel leuk. Ik vond het leuk. Het was een beetje chaotisch. Maar ja, dat is altijd komt dat veen. Als we met iedereen samen zijn, is het standaard chaotisch. Dus dat hoort er gewoon bij. Laten we de paard even hier in de stal van meneer KB zetten. Zo. Hoppakee. Ik zie dat meneer KB is snel. Die zit er alweer gewoon. Jij bent ook snel. Je zit hier al gewoon met je klok in je handen. Ik zit hier ook echt best wel al een tijdje. Ja, met je stopwatch. Ze wachten tot iedereen er is of zo. Nou, ik ga trouwens even kijken wat er in mijn cadeau zit. Heb ik niet eens gekeken. Dan heb ik echt nog wat tijd. Ja, iedereen heeft een gedicht. Iedereen. Oh! Hé, gloerapparaat. Nou? Die was ik kwijt. Ik heb een nieuw gloerapparaat gekregen. Weet je hoe dan de kerstman die al in zijn bezit had? Jij bent helemaal daarin. Had jij die gestolen of links. Zo? Hier, je moet hierheen. Ik heb niks gestolen. Hier. Is dit het gluurapparaat die ik ooit van KB heb gekregen? Dat is het gluurapparaat. Echt? KB, die was ik echt eeuwig kwijt. Ik durf het gewoon niet tegen je te zeggen. Goed, jongens, we zijn hier weer in de winkelvallei. Het kerstavontuur is afgelopen. Iedereen is weer lekker naar huis gegaan. We hebben hier alleen nog Char en René die hier aan het chillen zijn. Ik ga mijn kerstgedicht even aan jullie voorlezen. Kapitein Knalnut. Op het continent van Kont uit Veen zeilt kapitein Knalnut nooit alleen. Op zoek naar schatten van goud en pracht in het land van de reizende zon vol smacht. Een Japanse dame is zijn kostbare doel, knallend op avontuur, stoer en cool. Dit is de Japanse dame waar ze het over hebben, René. René is het echt niet Japans of zo hoor, maar in Minecraft heeft ze een Japanse basis. Met zijn schip over golven, woest en wild, beleeft hij avonturen als zijn voorvader van het grote beeld dat meneer KB heeft opgeblazen. Bomen worden gehakt, cowboy pesten met plezier, mensen pranken, een lach op zijn gezicht, per week een keer of vier. Farms bouwen is erg moeilijk, die cactussen blijven prikken. Door zo'n slechte farm kunnen de redstone systemen erin stikken. Mijn cactusfarm is de beste cactusfarm die er is. Bomen bouwen tot 4 uur, maar aankoop van 1 dia snel te duur. Doch één groot dilemma, een virtueel gevecht. Uitloggen blijft moeilijk met een digitaal terecht. Ik ga altijd dood in Kont uit Veen. Dan ben ik de hele van mijn computer weggelopen en dan kom ik terug en dan ben ik dood. Bij zijn computer weg, een lach, maar ook zijn lot. Kapitein Knalnut, de zeeheld, sterft bij de desktop. Ik ga altijd dood als ik even van mijn computer wegloop. Staan piraten en cowboys nog samen sterk? Laat het maar horen, hup, samen aan het werk. De situatie tussen piraten en cowboys staat even op spanning op het moment. Nou, ik vond het een leuk gedicht. De cadeautjes zijn ook heel leuk die ik heb, jongens. Totem of Undying Diamonds, wol voor mijn zeilen, mangrove logs en goud en een gluurapparaatje natuurlijk. Ja, ik vind het heel leuk. Oh, oei. Ik vind het erg leuk dit. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Dikke shout-out naar Char en Joris voor het in elkaar zetten van deze hele kerstshow. Ik vond het echt heel leuk. Het was gezellig om even met alle Kont-uit-Veeners een beetje een kerstavontuurtje te hebben en zo. Lekker chaotisch zoals altijd, maar dat hoort erbij. Vond je het nou zo'n leuke video? Vergeet het zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook niet te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin heb ik meneer KB opdrachten gegeven om zijn schatten terug te vinden. Hele leuke video. En dan nu spreek je later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bam, 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 bam.